Wil, stel je eens voor en waar staan wij? Ik ben Wil Westerburg, ik ben bestuurslid bij Logistiek Midden-Brabant. En wij staan hier bij het eerste jaar-event dat wij organiseren voor onze ondernemers. En we hebben geprobeerd dit jaar de ondernemers mee te nemen in de ontwikkeling in de toekomst. En te kijken of we ze kunnen triggeren om dat ook weer mee te nemen naar hun bedrijf. En zodoende ja, een klein beetje een wake-up call te geven en die bedrijven weer in gang te zetten. Hey, en wat doet Logistiek Midden-Brabant voor hun leden? Nou, Logistiek Midden-Brabant is een platform wat is samengesteld uit ondernemingen, onderwijs en overheid. En we proberen eigenlijk in die combinatie de regio te versterken op het gebied van logistiek. Dat doen we in feite door twee speerpunten. We proberen de regio infrastructureel aantrekkelijk te maken. Dat betekent ontwikkeling van bedrijventerreinen, et cetera. Anderzijds richten we ons op dit moment met name op het arbeidspotentieel. Dat is schaars in de logistiek. We hebben concurrentie van andere bedrijfstakken en we proberen met elkaar zeg maar, dat arbeidspotentieel naar onze sector te trekken. Okay, want ik wilde vragen, wat is je grootste uitdaging? Maar dit lijkt dan wel een van de grote uitdagingen. Ik zeg het meer. Alhoewel ik moet zeggen dat na jullie presentatie dat gereset moet worden, want de uitdaging zou wel eens op een ander punt kunnen liggen. Wat bedoel je daarmee? Wat heb je gezien? Kijk, uit het traditionele denken is het nog steeds zo dat logistiek probeert om de uitdaging op te lossen door dat personeel naar binnen te halen. De orderportefeuilles exploderen en we denken dat op dit moment met meer personeel op te kunnen lossen. Als je goed nadenkt en ook goed naar de essentie van jullie verhaal luistert, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die oplossing op een heel ander front ligt. Ja. Dus wellicht dat jullie een aanzet geven tot het herijken van onze belangrijkste uitdaging. En als je kijkt, dus vanuit het systeem, vanuit het vorige tijdperk, is er gebracht wat er nu is. Ja. En moeten we dat afbouwen? Hè? Ja. Of moet je af en toe zeggen, we gaan opnieuw beginnen en op een nieuwe manier inrichten? En dan zou kunstmatige intelligentie, de blockchain en dergelijke daarbij kunnen helpen. Ik denk het wel. Ik vond een passage van een van de mensen die jullie in je presentatie lieten zien, die vond ik wel sterk. Ik denk dat wij nog veel te veel bezig zijn om die laatste 10% beter in te richten. Maar wel vanuit het oude denken. Ja. En het moet gewoon zo zijn dat die logistieke bedrijven tijd en ruimte in gaan ruimen om ook naar die toekomst te kijken. En die nieuwe technieken te omarmen en verder mee te ontwikkelen. Ja, want dat is wat wij vaak zeggen. Het is geen ABC'tje meer, maar een ABF'tje. Ja. En die F staat voor functieloze tijd. Ja. Ja. En hoe zou je dat gaan kunnen creëren binnen Logistiek Midden-Brabant? Nou, ik zat erover na te denken. Als ik nou een van die bedrijven me verplaats in een van die grote ondernemingen, dan zou ik die ook wel eens willen uitdagen om te zeggen van we pakken de vrijdagmiddag, poten op de tafel, probeer die telefoon uit te zetten. En ga die reis aan die jullie ook aangeven. Denk nou eens naar waar zouden we over 10 jaar moeten staan. En probeer daar dan op een voorzichtige manier een klein beetje je strategie op aan te passen. Ja, en omarm dan in die functieloze tijd het niet weten. Hè? Het ontdekken van, want gaan bevestigen wat je weet, daar ga je niet van groeien. Nee. Het is het mooie om anderen uit te nodigen dan ook, die andere dingen weten dan jij. En wat we ook wel eens zeggen, dat hebben we volgens mij niet aangestipt, ga eens met een ondernemer, een bevriend ondernemer uit een andere markt, andere branche, naar zijn vakbeurs. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. Daar zit ook die functieloze tijdinvulling in. Nou, ik denk dat de boodschap is dat we niet in hokjes moeten denken. En niet altijd vast blijven houden aan datgene waar we de zekerheden in hebben. En gewoon eens die mind openzetten en naar de toekomst kijken. Ja. Dus we hebben iets bereikt vandaag. Jullie hebben ons in ieder geval aan het denken gezet. Oké, helemaal top. Dankjewel.